Ha, jongens en meisjes. Leuk dat jullie er weer zijn. En wat fijn dat jullie weer naar school mogen. Want eerst moest je echt alles thuis doen. Je huiswerk, misschien wel sporten. Je muziekles was ook thuis. Hé, hey, Harry, ben jij er ook? Ja, ik kan even wat zeggen. Wat wil je zeggen dan? Nou, mijn vriend de goudvis, die is ook heel zielig. Waarom dan? Heb je wel gelijk in. Die komt echt nooit buiten, zelfs niet als de corona voorbij is. En wat dacht je van je vriend de hamster? En je vriend de parkiet? Die zitten ook heel vaak binnen, hè? En mijn vriend de schildpad? Ja, eigenlijk zijn er heel veel huisdieren. Die komen echt nooit buiten. Weet je wat? Ik weet een heel leuk liedje over jouw vrienden. En die gaan we aan de kinderen leren. Doe je mee, Harry? Ik ben de goudvis van Peter Jan. Ik zit me zo verschrikkelijk te vervelen. De hele dag maar achter glas. Ik ben het zat. Hamster van Azedien. Ik zit me zo verschrikkelijk te vervelen. De hele dag maar in die bak, ik ben het zat. Ik ben Sparkietje van Julia. Ik zit me zo verschrikkelijk te vervelen. De hele dag maar in die kooi, ik ben het zat. Ik ben de schildpad van Fatima. Ik zit me zo verschrikkelijk te leuke dansbewegingen gemaakt. Zo, je poot zit helemaal scheef ervan. Ja, ik vond het een heel mooi liedje. Het zou leuk zijn als de kinderen hem ook gaan oefenen. Ja, gewoon doen, want hij is heel makkelijk. En waarom is hij zo makkelijk? Nou, er komt heel veel terug. Alleen het dier is elke keer anders. En of ze in een park of in een kooi zitten. Zo, jij hebt goed opgelet. Kijk of de kinderen dat ook kunnen. Maar wij moeten er weer vandoor. Dus wij gaan gedag zeggen, Harry. Oh ja, dat vindt Harry een beetje spannend. Als wij nou nog een keer samen het liedje gaan oefenen. Vind je dat leuk? Ga je dan gedag zeggen? Nou, daar gaan we dan. Dag!